lesbiennes of transgenders, biseksuelen in de Caribische Nederlandse gemeenschap. Wie durft? Ja, daar schrik je van, hè? Oh, kijk. Hartstikke goed. Wie durft is een campagne van OKAN. Van wat? OKAN. Overlegorgaan Caribische Nederlanders. Ja, Caribische Nederlanders. Dat zijn jullie dus, hè? Curaçaoënaars. Zijn er Curaçaoënaars hier? Hé, hey, represent, master. Arubanen? Hé, hey, bom. Sint Maartanen? Hé, hey. Oké. En zelfs mensen van de Bes-eilanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zijn die er ook? Oké, bom. OKAN is een organisatie die namens jullie overleg heeft met de regering. En OKAN gaat nu hier haar campagne Wie Durft lanceren. Nou, zometeen presenteren we drie hele moedige mensen, Caribische mensen, die durven. En we hebben ook een band die durft, zoals jullie net hebben kunnen horen, een beetje kunnen swingen. Ja, toch? Rennen! Rennen, begin te rennen! Wie! Oké, bang. Rennen, waarom verstop je? Oké. Rennen. Rennen Albertus, de bandleider van Caribbean. Applaus voor Rennen. Rennen, jullie gaan iets heel tof doen, toch? Ja, sowieso. We gaan vloggen vandaag. Gaan we ook komende zaterdag 2 augustus tijdens de Gay Pride bij Café Reality. Tussen 8 en 12 gaan we ons best doen. Gewoon jammen, lekker Latin, salsa, merengue, Antilliaans. Ja, kizomba, heel in. Alles. Ja. Wat? Hey, Rennen, ben je gay? Nee? Jammer mannen, hij valt af jullie. Maar dames, hij is available. Of niet Rennen? Rennen, ben je available? Ja. Oké, begin weer naar achter te rennen. Dank je Rennen. Absoluut. Maar als je daar niet mee is, boom. Goed dames en heren. Dus, zoals je hoort, Caribe durft. Wie durft nog meer? Wie durft? Ik praat tegen jullie. Durft u meneer? Durft u, ja? Durft u mevrouw? Tot zo! Lesbiennes, transgenders en zo te accepteren.
Onze respect te tonen zoals je dat bij ieder ander zou doen. En tijdens haar project ontmoeten ook al verschillende mensen die zichzelf, nou eigenlijk vanaf zichzelf al bezig zijn om een boodschap van openheid in onze gemeenschap uit te dragen. Het zijn gewone mensen, jongere werkers, bandleiders, een bezorgde oma, een tante, mensen zoals jij en ik. Wij vinden namelijk dat het hele koninkrijk deze mensen moet leren kennen en hun voorbeeld moet volgen. Daarom lanceren we vandaag Wie Durft. Nu, onze Facebookpagina Wie Durft. Ja, daar presenteren we het verhaal van een van de eerste drie Gay Straight Alliance ambassadeurs. Ik ga jullie voorstellen aan de eerste. Zij heet Marieta Amos. Een applaus voor Marieta! Marieta is voorzitter van de stichting Caribische Senioren Tilburg. En kom maar lekker naast me zitten staan, Marieta. Naast het opkomen voor de belangen van de senioren uit Tilburg en omgeving en het hele land, vond ze ook tijd om trainingen en dialoogbijeenkomsten te organiseren over seksuele diversiteit. En toen in 2011 de eerste Antilliaanse boot meevoer in de Amsterdam Canal Parade, was Marieta van de partij. Zeg, Marieta, waarom wilde u per se meegaan met die boot? Nou, ten eerste denk ik, als je iets wil veranderen, dan moet je bij jezelf beginnen. En als je niet bij jezelf begint, kun je niks uitdragen. Dus voor anderen te motiveren, ben ik meegegaan. Ik wil een voorbeeld zijn in mijn gemeenschap. En daarom ben ik meegegaan. Ik heb ontzettend genoten met mooie mensen, lelijke mensen, creatieve mensen, gezellige mensen. Het was fantastisch. Fantastisch. Echt gezellig. Dankjewel Marieta, je bent een voorbeeld voor velen. Applaus voor Marieta! Marieta, je mag een beetje aan de kant gaan staan, want ik heb je zo nodig, hè? Oké. Goed, de volgende die ik al steeds ga vragen is Rincho. Applaus voor Rincho. Rincho is een sociaal-cultureel werker en ondernemer en hij is ook als muzikant. Ja. Hij vindt het heel erg belangrijk dat vooral zwarte Nederlandse jongeren zich bewust zijn van hun geschiedenis, van hun cultuur en van hun positie in de maatschappij. Racisme, kolonialisme en slavernij, Zwarte Piet niet, dat zijn zijn thema's. Maar ook de opvoeding van onze kinderen, de vaderschap in onze gemeenschap. En hij is niet bang het thema seksuele diversiteit met zijn omgeving aan te snijden. Zeg, Rientje, vertel jij eens even hoe jouw eigen weg was in het leren omgaan met seksuele diversiteit. Allereerst goedemiddag allemaal. In mijn geval, ik denk dat net bij de meeste mensen, groei je eigenlijk op met bepaalde vooroordelen ten aanzien van homoseksuele, biseksuele mensen. En de manier denk ik om dat te bestrijden, zoals het ook bij mij gegaan, is door de mensen waarover die vooroordelen heersen, meteen in contact te komen, om ze te leren kennen. En eigenlijk zelf te onderzoeken of het wel klopt, al die verhalen die je hoort. En zo eigenlijk ben ik eigenlijk gaan inzien op zeer jonge leeftijd dat het best wel absurd is de manier waarop we vaak denken over homoseksuele mensen, hoe ze wegzetten. En vooral hoe dat zich uit uiteindelijk in discriminatie in andere vormen. En ik ben sowieso tegen elke vorm van onderdrukking. En ik denk dat ook onderdrukking van mensen die een andere seksuele geaardheid hebben, dat absoluut niet thuis hoort in een samenleving 2014. Dankjewel Rincho. Nogmaals, een ontzettend goed voorbeeld. Dankjewel Rincho. En onze laatste ambassadrice is Esther Magarius. Dit is een dame die werkt in de Bijlmer met jongeren en andere mensen die steun nodig hebben. En Esther Magarius is hulpverlener bij Street Corner Work en heeft in haar werk jongeren ondersteund op het gebied van scholing, werkeloosheid, inkomen. Maar blijkbaar voelen homo en lesbische jongeren zich zo bij haar op hun gemak dat ze bij haar komen voor advies, hulp en ondersteuning. Esther, ik heb een... kom lekker bij me staan. Ik heb een filmpje van jou gezien op Facebook. En waarom noemen de Antilliaanse lesbische vrouwen die we zien in die film, waarom noemen ze jou hun moeder? Nou, dat is een moeilijke vraag. Want ik heb hun nooit aangeleerd om mijn moeder
dat te noemen. Het voelt zo. En dat noemen ze volmaken. Ik denk, ik ben over de vele, vele jongeren, kom ik als een moederfiguur over. Je hebt met verschillende culturen te maken, ook met de Antillianen. En met name tienermoeders. Wat mijn moeder heeft me geleerd toen ik mijn dochter kreeg, dat draag ik ook over naar hen toe. Prachtig. Dank u wel, Esther. Goed, daar is een applaus ook voor Esther. Ook een ontzettend goed voorbeeld. Maar, vanaf vandaag kan iedereen dus zien waarom we Esther vandaag presenteren als Gay Straight Alliance ambassadeur. Want Esther's verhaal wordt vandaag als eerste gelanceerd op onze Facebookpagina. Goed, lieve mensen, mobiele telefoons. Laten we eens even kijken. Laat eens even jullie mobiele telefoon zien. Oh, kijk, zie daar, wat is dat? Een Samsung? Ja. Samsung. We LG's in the house, iPhones. Ja, hartstikke goed. Hebben jullie ook internet? Ja? Goed. Gaan we ons op Facebook? U ook, ja, meneer? Ja, 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 want u bent zo aan de beurt. Ja. Ga ook op Facebook en zoek dan op Wie Durft. En like onze pagina, alsjeblieft. Want we hebben iedere steun nodig. En daar kan je namelijk ook nog wat filmpjes zien van Esther. Maar goed, dat kan je straks rustig gaan bekijken, want natuurlijk wil ik al jullie aandacht. Dus straks kan je kijken naar het filmpje van Esther. Maar like onze Facebookpagina Wie Durft. Zijn deze drie mensen ook mijn Gay Straight Alliance co-assistentia's? Nou, Esther, Marietta en Rintjo, mag ik jullie even naar voren vragen? En dan heb ik natuurlijk mijn pannetjes. Kijk eens, alsjeblieft. Nee, eigenlijk wil ik dat jullie omwisselen. Alsjeblieft, dan krijg jij de roze. Boom, goed. Ja, kijk, dit is mijn eigen kastje. Zien ze er niet geweldig uit? Ja, hè? Oké, goed. Meneer. Kom eens even bij me. Heeft u de Facebookpagina geliked? Ik heb verbinding nu. Ik kan niet zo beginnen. Dat doet het niet. Nee? Hoe kan het? U heeft een iPhone. Ja. iPhone doet het toch altijd? Ja, dat ligt niet aan de telefoon, hè? Dat ligt vaak aan de... U heeft niet betaald? Nee, nee. Oh jeetje, ook jeetje. Oké, goed. Maar ik ga ervan uit dat u... Kijk, wie durft, zie ik. Goed. U krijgt het voordeel van de twijfel. Maar goed, wat is uw naam? Alex. Alex hoe? Van Noord. Alex van Noord. Ja. Wat doe je, Alex? Ik doe iets met muziek. En ben je eens op de Caribe geweest? Ja, de Dominicaanse Republiek, rekenen dat ook tot de Caribie? Ja hoor, dat rekenen we ook tot de Caribie. Nou, dan zeg maar ja. Ja? Nou goed, ik ga even een paar vragen stellen. En als u de vragen goed heeft, krijgt u een ontzettend gave prijs. Wilt u weten wat u gaat winnen? Nee, geen koekenpannen, die zijn van mij, dan moet je vanaf blijven, dan moet je nooit aankomen. Ik weet niet of u ooit zo Rijman heeft gezien, maar als iemand aan mijn pannetje komt, ga ik slaan. Dat is een tip. Maar goed, nee, u kunt twee kaarten winnen voor de BAF, de Bounce Urban Film Festival, wat plaats gaat vinden 14 tot en met 17 augustus op het Westergasterrein. Wordt hartstikke tof. Als het goed is, hangen hier ook een paar posters op het terrein daarvan. En er staat een prachtige dame op. Dat ben ik. Maar goed, anyway, genoeg zelfverheerlijking. Bent u klaar voor de eerste vraag? Ja? Oké. Okay. Gaan we een beetje aan de kant staan, want we moeten natuurlijk wel... Onze ambassadeurs moeten de pannetjes omhoog kunnen houden, moeten kunnen zien. Goed, de eerste vraag is, wat betekent OCAN? Is dat A, overlegorgaan Caribische Nederlanders? Is dat B, organisatie Curaçao, Aruba en Nederland? Of is dat C, overlegcommissie Antillen Nederland? Het is dus met een C, hè? Dat begrijp ik. Oké, nee, dat is duidelijk. Dan ga ik voor B. Nee, C. A. Bon, wat is er nou? C, B, A? Het is A. Het is A. Ja, denken jullie dat ook, publiek? Ja. Ja, je hebt hulplijnen. Duidelijk, ja, A. Master, het is A! Hoppiebol! Overleg over aan Caribische Nederlander. Zo, u bent nog steeds in de running, hè, voor de prijs. Ja. Goed, vraag
op welke van de BES-eilanden werd het eerste homohuwelijk gesloten in 2012? Was dat A, Bonaire? Was dat B, Saba? Of was het C, Sint Eustatius? Jeetje, dan ga ik ook maar weer voor A. Ik hoor daar even. Wat hoor ik nou voor de naam? Saba? B. B. Ja, het is B. Ja. Ik krijg net door dat het B is. Ja. Ja, krijgt u dat in je oortje te horen dat het B is? B. Hoppieboom! Saba! Hartstikke goed! Ja, ja. Woe! Spannend! Nou, hè? Zo. Jij blij met al die mensen? Nee. Ja, precies. Goed. Vraag nummer 3. In het liedje Boom Bye Bye van de Jamaicaanse zanger Buju Banton wordt gezongen. It's like boom boom bye bye and a batty boy head of zoiets. Goed, ik ga het vooral niet zingen, ik zal het jullie niet meer aandoen. Wat betekent deze zin? Ja, boom boom bye bye in a batty boy head. Is het A? Goed zo, Esther. Is het A? Sla alle homo's op het hoofd. Is het B? Schiet een kogel door het hoofd van alle homo's. Of is dat C? Homo's zijn niet goed bij hun hoofd. Dan zou ik zeggen, hou het vriendelijk, nummer C. Oké, luister, dit is een Jamaicaanse zanger. Oké, B. Oh, en zo bedoel ik het niet, hè, maar goed. Dan is het goed. Antwoord B. Schiet een kogel door het hoofd van alle homo's. A vind ik ook heel cru, B ook, C is dan nog, nou ja. Ik kan jou hartstikke blij maken met twee kaarten. Wie ga je meenemen? Nou, ik zou mijn dochter mee willen nemen, maar ik denk dat ze toch wat te jong is. Vriendinnetje. Een vriendinnetje. Ben je vrijgezel? Ja. Wow, dames of heren. Dat is mijn dochter. Ja, dames. Dat maakt niet uit, hè, dat weet je. Ja, nee, dat klopt. Ja? Ja, schrijf je ook even voor, hoor. Oké. Nou goed, dames, hij is nog single. Hij zoekt nog een date. Maar gefeliciteerd, je hebt twee kaarten voor de BAF gekregen. Voor de BAF Zomer Filmfest van hart. Ik hoop dat ik jullie een beetje awareness heb gegeven en dat jullie naar de site gaan en naar de Facebookpagina. Wie durft dat jullie het allemaal gaan liken? Want we hebben elkaar steun nodig en acceptance hebben we nodig. Waar of niet? Oké, goed. Ik ga jullie achterlaten met deze heerlijke, fantastische band die tijdens de Gay Canal Pride ook te zien is bij Reality. Dus geniet nogmaals van Caribe en co-assistenza is gone.